Hi Bram. Dag fitre tourkijkers, papa en mama. Wil je weten hoe het zit? Kijk dan naar Retourfit. Maar dan niet vals. Maar het is fitretour. Oh shit. Wat een leuk filmpje heb jij gemaakt vorige week. En ik heb van jou een nieuwe vraag gekregen. Waar komt jazz vandaan? En je weet hoe muzikaal ik ben. I will always love you. Maar ik heb het natuurlijk wel voor je uitgezocht. Daarvoor heb ik natuurlijk even mijn hipster jazz kostuum aangedaan. En natuurlijk heb ik me ook ingeleefd in wat jij dan hoort op die plaat. En dan nu het antwoord op je vraag. Terug naar het jaar 1863. Op 1 januari van dit jaar werd in Amerika de slavernij afgeschaft. Hoera! Alle voormalige slaven trokken van de plantages en het platteland naar steden als New Orleans om daar werk te zoeken. Maar alle slaven waren ongeschoold en zoveel werk voor ongeschoolde mensen was er niet in de steden. Dus heerste er grote werkloosheid onder de voormalige slaven. Konden ze 2 dingen doen. Gewoon bedelen voor hun geld. Geld. Of met z'n allen op de hoek van de straat samenkomen en een beetje muziek maken. En dat werd snel een succes en mocht er in kroegen en cafés gespeeld worden. En zo wist men geld te verdienen om vervolgens weer nieuwe instrumenten te kopen, maar ook om een leven mee op te bouwen. Ik hoor jou denken. Ik hoor jou denken, Sanne, leuk, maar waarom dan per se New Orleans? Waarom kon New York, Boston, Philadelphia of niet de geboorteplaats zijn van de jazz? Omdat New Orleans al die tijd al multicultureel was. Ontdekt door de Fransen, later afgepakt door de Spanjaarden. Een hele belangrijke haven waar import en export en allerlei passanten kwamen met hun eigen muziek, cultuur, instrumenten. Maar na de bevrijding van de slaven ontstond er in Amerika een soort rassenscheiding. De blanke medemens wilde niet dat de voormalige slaaf zich zou mengen in hun cultuur. Ook in de politiek werd de voormalige slaaf heel erg op afstand gehouden. Het gekozen bestuur in New Orleans dacht daar heel anders over en stond een vrije vermenging van verschillende culturen toe, omdat die daar al waren. Dit zorgde natuurlijk voor een veel harmonieuzer geheel in de stad New Orleans en zorgde ook dat al die verschillende culturen en al die verschillende stijlen en invloeden uit kon monden tot één muziekstijl. En zo is jazz ontstaan. Raise your hands like you just don't care. We gaan nog niet wandelen. Dat bepaal ik namelijk. 8:04 op zondag. Waarom? Yeah. Nou ben ik nooit een uitslaper geweest. Ook niet als kind. Ook niet als ik vakantie heb. Als ik een nacht heb doorgehaald. Als ik pas om 4:00 in mijn bed lig. Hoe laat ben ik dan wakker, denk je? 9:30. Maar je hebt ook mensen en die slapen tot 1:00 of 2:00. En als ze dan wakker worden, zouden ze in principe nog 1 uur kunnen slapen. Of nog 1/2 dag. Waarom eigenlijk? Dat heeft dus allemaal met je biologische klok te maken. Maar wel de slaapklok, zeg maar. Waarom is die verschillend bij mensen? Want hoe werkt die? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat is de biologische slaapklok?